Anderlecht mag er zelf aan beginnen. Heeft de aftrap mogen nemen. Hij moet maar zien dat hij hier vanavond wint tegen Agent. En dan is die felbegeerde titel binnen. Koller meteen. Met Van Diemen wordt gehaakt door Pedersen. Koller ondertussen klaar voor de vrije trap van Per Zetterberg. Gekopt. Eerste kans meteen van Zinski. Maar over de goal. Pedersen. Goal richting Gascher. Geen buitenspel van Ole Martin. Aast. De kans voor Gent. Stalens maakt het er moeilijk. En uiteindelijk de bal via De Wilde in hoekschop. 25 minuten gespeeld en Agent. Wacht Anderlecht geduldig op. En breekt uit wanneer het kan. Vrij trap nu met Jolie. Pedersen goed doorgelopen. De voorzet. En Kraus. Helemaal ongedekt. Maar hij kon de bal niet laag houden. Vrij trap voor Anderlecht. We zijn het half uur al gepasseerd. En kansen komen er nauwelijks voor Paarswits. Radzinski misschien. Uit de draai. Legt nog terug. Dedene. Dat was een goed schot. Met zijn rechter zelfs. Schifo. Goed tot bij Van Diemen. Die rukt op. Krijgt Koller in steun. Draait goed weg. En geeft goed mee voor Van Diemen. Goede aanval van Anderlecht. De voorzet. Komt Radzinski erbij? Nee. Van der Veeberg nog weg. De corner nu met Zetterberg. Schepping Bassetjo. Schifo die kan uithalen. Waarom niet? Bal schiet voorlangs. En niemand die er zijn voet kon tegenzetten. Ook Jan Koller niet. 7 minuten nog tot aan de rust. Druk nu van Anderlecht. Het slot van de eerste helft. Zetterberg met de corner. Schifo! Goal! Enzo Schifo doet het. Breekt de band voor Anderlecht. En zij die zijn naam al enige tijd gescandeerd hadden, zijn dubbel zo blij. Enzo Schifo. Knappe vrije trap van Zetterberg. Schifo boven de anderen uit. En voorzitter Roger van der Stok mag meejuichen. Knappe goal van Schifo. Zijn tweede nog maar dit seizoen. Herpoel greep ernaast. 1-0 Anderlecht. Christensen voor Gascher. Den Hagen begint weer wat beter in de match te komen. In het begin van de tweede helft veel druk van Anderlecht. Christensen met de voorzet voor Aarst. Goal! Hij doet het! Ole Martin Aarst 1-1. 10e minuut, tweede helft. De topschutter. Hier weggehoond door de supporters. Maar nu, op een voor hem typische wijze. Goeie cross, meteen op de slot. De Wilde tegenvoets. Nummer 27 voor de Noor. En een koude douche voor Anderlecht. Herpoel. Aarst gebaard dat de boek aan het duwen was. Zetterberg ondertussen. Goeie bal voor Radzinski. Al moet hij uitwijken. De hoek is scherp. De bal gaat voorlangs. Aarst verlengt weer goed. Dinovic. 1-2. Alsjeblieft. Het is muisstil geworden in het koolstal van een stokstadion. Brasson werd daar even in de wind gezet. En de Joegoslaaf maakt het goed af. Gent op voorsprong. En dat alles na 18 minuten. Brasson laat voor Rekakia. De bedoeling was Koller. Kijk, ja, die van de bal. Op snelheid voorbij. Christensen. Koller nu. Op de lat. Het zit Anderlecht ook niet mee. Met een kwartier te spelen. De kans op 2-2 van Jan Koller. Wat zegt Joe? Naar Goor. En weer veel volk van Anderlecht voorin. Goor met de bewegingen. Kan nu zelf afdrukken. Kans na kans na kans, maar geen goals.
Nog 12 minuten. Dat is Baseggio. Even nog kappen. De voorzet. Sifoyser. Die komt terug. Radzinski. Anderlecht zet de belegering voort. Maar de tijd begint te dringen. Minder dan 5 minuten. Radzinski. Erpoel. En weer daar. Hartscore met de ingooi. Benaderen stil aan de slotminuut. En iedereen voor het doel van Agent. Ekakia! Het zal niet voor vandaag wezen. Alweer niet. Verslagenheid in de tribunes. Want voor de tweede op een volgende keer lukt het niet voor Anderlecht. En Emee Anteunis. Het is afgelopen. Helemaal nu. Anderlecht zijn tweede opeenvolgende nederlaag geleden. En dus nog altijd niet die felbegeerde 25e landstitel. En niet te vergeten, Agent doet een goede zaak in Europees voetbal. Verband. Anderlecht Agent geëindigd op 1-2. Ik denk als je op Anderlecht komt winnen, ik denk wie de wedstrijd gezien heeft, denk ik niet dat het echt onverdiend is. Maar onze eerste betrachting was toch van een goede organisatie uitgaan. En dan proberen de ruimte, de minuten die er ongetwijfeld toch kwam. En ik denk dat we daar goed in gelukt zijn. Maar zo 2 minuten voor de rust een doelpunt tegenkrijgen op stilstaande fase, dat kwam even hard aan. Maar toen hebben we tijdens de rust orde op zaken gezet, denk ik. En we hebben verder in onze kansen geloofd. En we zijn er goed in gelukt. Still the goal gave you a very special feeling? Yeah, definitely. It's really special to score this goal. It's actually the most important goal, or the goal that gave me most feelings during my